Ja, hier is Fishy weer en welkom weer bij een hele nieuwe commentaar. Jawel, op de achtergrond zien jullie Call of Duty Infinite Warfare gameplay. Uiteraard de beta natuurlijk en ik speel hier op de map Frost. Het is gameplay van vorige week, dus eigenlijk van speelweekend 1. En ik speel hier met de RPR Revenant variant. En dat is zeg maar de Ripper gewoon, alleen dan is het de eerdere versie, zeg maar. Je kan later de Ripper unlocken. In ieder geval, dit is een versie daarvoor. Ik weet niet precies wat de specs ervan zijn. Volgens mij is het iets met grip en zo, dat het wat beter is of zo. Hou me daar niet aan. Maar in ieder geval, het is een variant. De Revenant. En ik speel hier trouwens met Alwin. En ik speel hier met Giel. En ik speel hier met Ivootje. En ik ging hartstikke lekker. Voor een potje TDM. 27:09. Waar ik met jullie vandaag over ga hebben is Call of Duty versus Battlefield. Wat is beter? Oftewel, ja, wat is jouw mening erover? Wat is beter? Is het de COD community? Is het de Battlefield community? Of is het COD? Of is het Battlefield in the game? Of weet ik veel hoe je het wil uitleggen? Laat het vooral achter bij de comments en dan ga ik hier gewoon nu mijn mening geven erover. En ik heb eigenlijk een hele simpele mening. Het is beide leuk. En ik had vandaag weer eens een discussie op Twitter erover. Trouwens, als je me niet op Twitter volgt, volg me even op Twitter. FishNaterNL natuurlijk. En weer van, ja, jij bent een COD-speler, dus je kent Battlefield niet. Zou ik het zo zeggen. Zo kwam het een beetje over in ieder geval. Ja, moet ik daar nou weer op reageren? Want heel vaak zeggen Battlefield-spelers inderdaad dat COD-spelers zijn geen echte Battlefield-gamers, zou ik zo zeggen. Hè? Hoe moet ik het anders uitleggen? En die gaan elkaar afzeiken, zeg maar. Hè? COD-spelers zeiken Battlefield-spelers af en Battlefield-spelers zeiken COD-spelers af. En dan denk ik mezelf, ja, waar de fuck heb je het over? Want beide games zijn leuk. En om heel eerlijk te zijn, het zijn twee totaal verschillende games. Kijk dit nou eens wat je nu ziet op de achtergrond. En leg het eens naar Battlefield. Van gisteren, mijn stream. Hetzelfde. Ik vind totaal niet compleet verschillende games. Ja, in beide games zit TDM. Ja, en dan zit wel in meerdere games. En in beide games zit Domination. En in beide games kun je schieten. En dan houdt het ook wel echt voor mijn gevoel op. Er is niks hetzelfde in. Hoe kan je het in je hoofd halen om de anderen gaan afzeiken, snap je? En dan heb ik het zowel over COD-spelers die Battlefield afzeiken, als Battlefield-spelers die COD-spelers afzeiken. What the fuck? Ik vind beide games leuk. Ik vind het leuk om COD te spelen. Ik vind het leuk om MW3 en MOA op je te halen. Ik vind het leuk om in Black Ops 3 te bunnyhuppen, ja. Of in Infinite Warfare te bunnyhuppen, ja, af en toe. En ik vind het ook leuk om lekker te gaan healen in de bossen op Battlefield 1. Ja, dat is heel simpel. En beide games zijn gewoon super tof. En ik vind eigenlijk wel dat het gewoon zelfs tot irritatie bij mij opbrengt, zeg maar. Dat gewoon mensen elke keer gaan zeiken over van, ja, dit is beter weer in die game en dat is weer beter in die game. En dat is zo, jullie hebben allemaal gelijk. Want het is leuk om een MOAB te halen, ja? Of een nuke, of een chemstrijd, of weet ik veel hoe je het wil noemen, of een nucleair, ja? Het is leuk om te halen. En het is ook leuk, ja, om lekker te gaan Battlefield gaan spelen en als team zijnde een objective te halen. Dat is ook leuk. Allemaal leuk. Alleen, ja, het is altijd wel grappig dat mensen elkaar gaan aanvallen en dan denk ik bij mezelf, ja, het boeit me echt niks. Het boeit me niks. Het boeit me echt totaal niks. Net zoals iets over KD. Wordt gezegd van, ja, maar ik heb 50 om 2 gehaald in Call of Duty en zo. En dan zeg ik, nou, gefeliciteerd, tof, weet je. Ook KD, het boeit me werkelijk waar. Niets kan, hé. Weet je? Kijk.
ik heb gezegd op Twitter van ja, 10% moeilijker deed. Dat bedoel ik meer om, ja, ik vind het kut als je gewoon min staat. Weet je, min staan is gewoon niet leuk. Je wil altijd proberen om gewoon plus te halen en een leuk potje in te zetten. Maar een heel actievol potje, ja, waarbij ik bijvoorbeeld 30 om 30 ga, zowel in Call of Duty als in Battlefield, kan misschien leuker zijn, in mijn oog, dan 40 om 1 gaan. En dat je alleen maar, ja, apparatuur hebt in de lucht die dan gaat killen voor je. En op Battlefield zeg ik dan dat je daar bijvoorbeeld in een tank gaat zitten waar je eigenlijk niet uitgeschoten kan worden, zowat. Hè? Ja. Weet je? Het is maar net waar je hart bij ligt. En mijn hart ligt bij, nou ja, gewoon lekker leuk gamen. Weet je? Leuke potje neerzetten. Lekker gaan winnen. Daar ligt mijn hart. Dus ja, ik wou dat gewoon even kwijt. Ik irriteer me er best wel mateloos van. Hè? We hebben nog andere voorbeelden natuurlijk. Hè? PlayStation versus Xbox. Ik wil daar nog wel eens een commentaar over maken. Maar eigenlijk is het ook, ja, lekker belangrijk, weet je. Bij de console. En zo ook dus Battlefield tegen Call of Duty. Jongens, beide games zijn gewoon fantastisch. En de ene keer is het leuker om even COD te spelen. En de andere keer is het leuker om even Battlefield te spelen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet een like te geven aan deze video. Laat vooral je mening achter bij de comments. En later.